Oké, in deze video ga ik deze motorfiets, de Zero SRF Standard in Seabright Blue, op deze weegschaal zetten. Als je op zich elektrische motorfietsen, dus een van de problemen naast de range met elektrische motorfietsen is het gewicht van die accu's, dat is allemaal accu hier. Als je van mening bent dat ik dat ook moet doen met mijn eigen SRF, of als ik die weegschaal moet meepakken op de motor naar een energiekaverdeler om mijn energiekas te wegen, of mijn GS, als je wilt dat ik mijn GS weeg, laat gewoon van onder in de comments, laat een berichtje na, geef een like aan de video. En als er genoeg vraag naar is, dan ga ik rondrijden met mijn weegschaal. En volgens de website van Zero zelf weegt deze versie van de SRF, dat is de standaardversie met één lader, die zou rond de 220 kilo moeten wegen en de versie die ik zelf heb met de extra lader, de premium versie, zou 226 kilo wegen. Nu, ik heb ook nog een keer daarbovenop nog een extra 6 kilowatt lader, dus die van mij zal nog iets zwaarder zijn. Plus dat ik ook van alles aangepast heb aan de mijne. Deze is echt volledig standaard. Dat is het volledig standaard setje enzovoort. Er hangt een beetje vuiligheid aan, zie ik hier nu wel. Kijk, dat is redelijk vuil. Dus dat gaat waarschijnlijk wel wat. Kijk, en hier ook een steentje. Dat is ook extra gewicht, hè. Ja, ik ga de tank ook leegmaken natuurlijk. Ik ga zelf de papieren eruit halen. Hè. De sleutel. Ja, rijklaar staat erop. Hè. Dus ik zal die sleutel maar laten zitten. En nu moet ik hem daar gewoon op rijden. Hè. Ik hoop, het is gewoon een plastieke weegschaal. Dus ik hoop dat plastic. Ah ja, ik moet hem activeren ook. Eerst. Ja, nu staat hij aan. Ik ga dat op de keuring doen, is dat ook zo. Ik ga de achterkant eerst wegen en dan de voorkant. Ja, en nu mag ik er pas op gaan. Ik ga hem zo leggen en zo oprijden. Ik ga hem een beetje helpen ook. Stop. Dus op de achteras 107.6. En van voor, ik ga dezelfde setup gebruiken hier van voor. Eerst activeren. Dat is 15.5. Dus als ik 107.6 optaal met 115.5 van voor, dan kom ik aan 223,1. Die 100 gram, dat gaat die sleutel geweest zijn. Dus er zit er ongeveer 3 kilo naast. Er gaat geen 3 kilo aan vuil aan hangen, denk ik. Er zal wel 1 kilo of zo aan vuil aan hangen, maar veel meer zal dat niet zijn. Maar op zich is dat nog wel vrij dicht bij de opgeheven waarde.